De tentoonstelling Modern Nederland gaat over de periode van 1963 tot 1989. Maar waarom is voor deze specifieke jaartallen gekozen? In 1963 wordt de Algemene Bijstandswet aangekondigd. De moderne verzorgingsstaat krijgt steeds meer vorm en de welvaart neemt toe. Nederland wordt modern. In 1963 ontstond ook Total Design, het belangrijkste ontwerpbureau van deze periode. De oprichters, Wim Crouwel en Friso Kramer, wilden een modern bedrijf zijn voor het moderne Nederland. Vanaf 1963 zocht de overheid naar een nieuwe corporate identity. Ministeries en overheidsbedrijven als de PTT, de NS en de KLM droegen vol trots de typisch Nederlandse waarden van democratie, openheid en tolerantie uit. Er waren grote subsidies voor de kunsten en ontwerpers kregen belangrijke overheidsopdrachten. De samenwerking tussen ontwerpers, kunstenaars en overheid vormde tussen 1963 en 1989 een infrastructuur waarbinnen design, kunst en architectuur konden floreren en maatschappelijk relevant waren. 1989 is het symbolische eindpunt van het modernistisch ideaal. In dit jaar wordt de PTT, het kroonjuweel van de overheid, geprivatiseerd. De samenleving individualiseert en de vrije markt heerst. De hechte samenwerking tussen ontwerpers en de overheid stopt. Modern Nederland is voorbij.